Ik heb kloofsyndroom. Daar ben ik om 18 mee gediagnosticeerd. Daarvoor dachten ze eigenlijk altijd dat ik klippeltrenornee had. Maar nu heb ik een officiële diagnose met DNA. Eigenlijk keeper wilde ik worden, maar dat mocht niet van de artsen. Ze waren een beetje bang dat misschien mijn handen sneller kon breken dan anderen. En dat zou toch wel een probleem zijn. Toen zagen we dat een tafeltennisvereniging vlak bij mij in de buurt zat. En dat heb ik geprobeerd en sindsdien doe ik tafeltennis. Ze hebben hier een biopt uit mijn vinger gehaald. Ja, er zit een heel klein plekje nog, dat, misschien kan je het zien. Maar... En dat hebben ze onderzocht. En daar hebben ze uit het DNA kunnen halen dat het kloof is. Het heeft dus effect in mijn been. Daar heb ik dagelijks het meeste last van. Dik en zo, lymfevocht. En je hebt in je been met normaal 3 hoofdaderen. In mijn linkerbeen zitten er maar 2. Ook spataderen en wijnvlek en zo. Nou, dan heb ik natuurlijk de overgroei in mijn handen. En ook nog, ze hebben heel mijn lichaam eigenlijk al onderzocht toen ik klein was. Mijn hart functioneert goed, mijn nieren zijn goed. Maar ook mijn blaas. Er gaat een ader van buiten mijn blaas door de wand heen. En dat kan soms voor blaasbloedingen zorgen. Meestal is het wel te handelen. Als ik klaar ben met training, ook door de week, dan ga ik altijd wel op bed liggen. Maar als ik van een toernooi kom dat echt heel de dag duurt, dan ben ik er wel klaar mee, laat ik het zo zeggen. Dan ga ik echt in bed liggen, tv kijken. Als het nodig is, nog een extra kussen onder mijn been om wat hoger te leggen. Dat helpt. Mijn klinisch geneticus, die dus heeft geholpen om kloof vast te stellen, die is nu bezig om een nieuw medicijn voor mij te krijgen. Het duurt even. Het is allemaal nog heel moeilijk. Het is nog niet echt verkrijgbaar in Nederland ook. Maar de resultaten heb ik gezien. En die zijn gewoon echt heel goed. Dus ik hoop dat dat er komt. Dus het zal nooit nog normaal worden. Maar ik heb mensen gezien die ook een meisje, en die heeft wat ik in mijn hand heeft. Heeft het ook in haar hand, maar ook echt doorlopend tot aan de rug. En daar is de grootte gewoon zeker de helft van afgenomen. Ja, het is wel spannend. De bijwerkingen tot nu toe zijn vrij weinig. Maar ja, ze weten nog niet wat het op de lange termijn doet. De grootste motivatie is toch mijn blaasbloedingen, denk ik. Als die kunnen verminderen, dan zal mijn leven wel verbeteren. Vanaf mijn geboorte zeiden ze al van ja, we kunnen er niks aan doen. En dat is al altijd zo geweest. Maar de technologie gaat hard, dus... Ik denk dat het in de toekomst nog alleen maar beter wordt. Ik hoop gewoon wel dat ik deze studie kan afmaken. Ik hoop gewoon in de gezondheidszorg te kunnen werken. En op mezelf wonen, dat wacht ik nog even mee, denk ik. Maar dat moet ook een keer gebeuren. Dus ja, we gaan het zien.